Met spelers als Virgil van Dijk, Daryl Janmaat en Davy Prupper is Nederland goed vertegenwoordigd in de Premier League. Maar wie van onze landgenoten waren eigenlijk het meest succesvolst in de hoogste Engelse divisie? Dit is VI's top 5 succesvolste Nederlanders in de Premier League. Op 5, Ruud van Nistelrooy, zijn bijnaam Van de Man. Ging naar de Premier League voor 21,6 miljoen euro. Toen hij overkwam van PSV waren er nog twijfels over zijn knie, maar die twijfels schoot hij in zijn debuutseizoen aan flarden. Met 36 goals in alle competities schoot hij fantastisch uit de startblokken in Engeland. Bovendien brak hij ook direct een record door in 8 competitiewedstrijden op rij te scoren. Jamie Vardy heeft dat record inmiddels aangescherpt in Leicester's kampioensjaar. Hij won naast vele persoonlijke onderscheidingen de Premier League, de FA Cup, de League Cup en de Community Shield. Op 4, Arjen Robben, zijn bijnaam de man van glas. Ging naar de Premier League voor 13,7 miljoen euro. Hij maakte pas in november zijn officiële debuut voor Chelsea omdat hij in de voorbereiding geblesseerd was geraakt tegen AS Roma. Maar Mourinho wist dat hij goud in de handen had met de jeugdige vleugelflitser. Op een persconferentie zei hij dan ook: "Ik heb geweldig nieuws. Arjen Robben is eindelijk fit." Robben werd in Engeland bejubeld om zijn geweldige dribbles en zijn accurate linkerbeen. Helaas, voor de man van glas was hij vaker geblesseerd dan fit. Toch schreef hij in 3 seizoenen veel prijs op zijn naam. Zo wist hij 2 keer de Premier League te winnen met Chelsea en waren de nationale bekers ook een prooi voor de man uit Bedum. Op 3, Jaap Stam. Zijn bijnaam, de rots uit Kampen. Ging naar de Premier League voor 35 miljoen gulden. In 1997 werd hij verkozen tot voetballer van het jaar in Nederland en in 1998 maakte hij de overstap naar Engeland. De Premier League was op het lijf geschreven van de Dutch Destroyer. Met United won hij 3 maal de landstitel, de FA Cup, de Champions League in het seizoen 1998-99 en de wereldbeker voor clubteams in 1999-2000. Op een gegeven moment werd hij op de transferlijst gezet door Sir Alex Ferguson omdat hij in zijn biografie kritisch was geweest op de succestrainer van de Red Devils. De fans van United waren in zak en as toen hij naar Lazio Roma vertrok. Op 2, Edwin van der Sar. Zijn bijnaam, de Flying Dutchman. Ging naar de Premier League voor 5,7 miljoen euro. Hij speelde eerst voor Fulham, maar de echte prijzen ging hij pas winnen toen hij naar Manchester United overstapte. De ploeg van Alex Ferguson kende een aantal lastige jaren en had moeite om een vervanger te vinden voor de legendarische doelman Peter Schmeichel. Het kan geen toeval zijn dat sinds de komst van Edwin van der Sar in 2005 Manchester United weer mee ging doen om de prijzen. De huidige bestuurder van Ajax pakte onder andere 4 keer de Premier League, de Champions League en werd zelfs 3 keer opgenomen in het Premier League elftal van het jaar. Bij zijn afscheid werd hij door vele United-iconen omschreven als een van de beste keepers in de geschiedenis van de club. Voordat we de nummer 1 bekendmaken, even wat opvallende Nederlanders. Zoals Jimmy Floyd Hasselbaink die furore maakte in Engeland en topscorer werd van de Premier League met 2 verschillende clubs. Met Leeds United en met Chelsea. Ook een speciale vermelding natuurlijk voor Robin van Persie. Hij scoorde 144 keer in 280 Premier League duels die hij voor Arsenal en Manchester United speelde. Als leerling van Dennis Bergkamp en Thierry Henry evolueerde hij langzaam van een stylist in een coole afmaker. Net als hoogtepunt het jaar waarin hij Manchester United in zijn eentje naar de titel schoot. En dan van een top naar de flop. Winston Bogarde heeft in 4 seizoenen slechts 12 wedstrijden gespeeld voor Chelsea, werd teruggezet naar de beloftes en bleef op een gegeven moment gewoon doelloos rondjes lopen op het trainingsveld voor tienduizenden euro's per week. Goed, er zijn natuurlijk slechtere baantjes. En dan tijd voor de nummer 1. En wie kan het ook anders zijn dan Dennis Bergkamp, de non-Flying Dutchman. Hij zorgde er bijna in zijn eentje voor dat de stempel Boring Arsenal voorgoed verdween van de club uit Noord-Londen. In de jaren 90 was hij een van de beste voetballers van de wereld. Met zijn ragfijne techniek, zijn fluwele touch en zijn unieke spelinzicht veroverde hij prijs na prijs met Arsenal. Ook leek hij patent te hebben op schitterende treffers. Zijn goal tegen Newcastle werd zelfs verkozen tot het mooiste Premier League doelpunt ooit. Bergkamp was onderdeel van de Invincibles. Het Arsenal wat een heel seizoen in de Premier League ongeslagen bleef. Met de Gunners won hij elke mogelijke prijs in Engeland en dat ook meerdere keren. Ook werd Dennis de Menace als enige Nederlander opgenomen in de English Football Hall of Fame. En kreeg hij zelfs zijn eigen standbeeld voor het Emirates Stadion.